mensen van YouTubers en welkom weer bij een nieuwe video. En vandaag ga ik het doen wat ik al een tijd niet meer heb gedaan. Een tijd geleden heb ik een video gemaakt over de geschiedenis van Europa Park, dus vandaag doen we dat opnieuw, maar met als onderwerp Fantasialand. Fantasialand is niet een heel groot park, maar heeft wel heel veel attracties gebouwd en ook heel veel attracties verwijderd. En de geschiedenis van Fantasialand is dan wel groot, dus we gaan eraan beginnen. In de jaren 60 kwam de Duitser Richard Schmidt vaak op televisie. Hij was een poppenbouwer, maar toen later de poppen en zijn decor verdwijnen, riep hem hulp van zijn vriend Gottlieb Loffelhardt, als ik het goed uitspreek. Ja, het Duits is niet echt goed voor mij. En samen kochten ze een stuk grond in Brühl. En daaruit kwam Fantasialand in 1967. In het begin was het nog niet echt een attractiepark. Het eerste wat er in het park kwam waren de poppen van Richard Schmidt natuurlijk. En Sprookjespad, een soort sprookjesbos zoals Efteling natuurlijk. En verder waren er nog een rondvaart, een oldtimerbaan en een treinrondrit. In het openingsjaar trok het park 400.000 mensen en in 1968 kwamen er attracties zoals de botsauto's en een dolfijnenshow. Later in 1970 begon het park echt wel een beetje een pretpark te worden, want toen werd in 1970 de hangende dark ride gondelbaan Duizenden in Nacht gebouwd. En die attractie die stond op de plaats waar nu de Keizerplaats staat, van waar de Welvlucht staat. Vroeger zag dat stuk park er heel anders uit. De gondelbaan Duizenden in Nacht was verder een Schwarzkopf attractie in het themagebied Berlijn. En toen werd er ook de Main Street gebouwd die er nog altijd staat, zoals bijvoorbeeld Europa Park en Disney ook een Main Street hebben. En van voor waar nu de carousel staat stond dan een fontein met Neptunus erop. Later werd er geïnvesteerd in nog meer sprookjespaden, maar later is het hele sprookjespad dus weggegaan. In 1974 kwam het nieuwe themagebied Silver City naar het park. Met de attracties, de boomstamattractie Stonewash en Wildwash Creek, een dubbele lochvloem, een van de eerste boomstamattracties uitgebouwd. Ook kwam er in dat jaar de monorail, de Fantasialand Jet. Een Schwarzkopf monorail, zoals bijvoorbeeld Bobby Holland er nog zo in heeft staan. In 1975 opende de allereerste achtbaan van het park, de Bobbaan. Later werd deze achtbaan omgebouwd tot Keepiersbaan. Ja, ik weet niet echt hoe ik me uitspreek, maar oké. Okay. Vanwege de klachten van geluidsoverlast werd de achtbaan in 1976 overdekt met kunststofplaten. Keepiersbaan is trouwens ook een Schwarzkopf-achtbaan. Door het grote succes van die achtbaan werd er later in de Keepiersberg nog een tweede achtbaan gebouwd, de Grand Canyon. Vergelijkbaar met de Mack-powered coasters van tegenwoordig. Deze rijdt dus ook niet op zwaartekracht, maar die rijdt met een motor. Het was trouwens ook een Schwarzkopf-achtbaan. Het jaar daarop werd de attractie Piratenhalle getroffen door een brand. En de attractie werd dan vervangen door Wikinger Bootsfahrt. Na 2 jaar bouwen opende Fantasialand in 1981. Het 25 miljoen DM kostte het themagebied Chinatown. Dat was het grootste project dat het park in die tijd had. En er werd ook een attractie gebouwd, Slush Schreckenstein. Dat was een horrorburcht, vergelijkbaar met Spookslot in de Efteling. Dus ook gewoon eigenlijk een show waar je naar kijkt. En ja, later werd het spookhuis van het park dus Geister Risha in het themagebied Chinatown. Boven de grond werd er dan een theater gebouwd, winkels en horecapunten. En in 1984 opende de nieuwe dark ride de Silver Mine in het themagebied Silver City. Een van de grootste dark rides, zo niet de grootste dark ride die Fantasialand ooit gekend heeft. In 1986 opende het park een paar kleine attracties en een paar grote, waaronder dus de Condor. Dat is op de plaats waar nu de Talokan staat. En in 1988 werd de Space Center geopend, de allerlangste indoor achtbaan ter wereld was het toen de tijd al. En dat is hem tot de dag van vandaag altijd. Zag mij er een schitterende achtbaan uit, die Space Center.
De baan zelf, die heb ik natuurlijk al gedaan, want die staat er nog altijd, maar het thema is helaas weg. Jammer, want toen zat er tenminste wel wat verlichting in, maar tegenwoordig zit er helemaal niks meer in. 2 jaar later, in 1990, werd er onder de achtbaan de Hollywood Tour geopend. Een bootvaart waar je met boten dus langs bekende films gaat varen. Later brak Fantasialand een aantal attracties af, waaronder de Wild West trein, de Oldtimerbaan en de Bumstem attractie, werd in 1991 in twee gesplitst om de capaciteit te verhogen. Want ja, Fantasialand trok steeds meer bezoekers. En hierdoor ontstond dus een dubbele lofvloem. In 1993 werd de attractie Walsentraum geopend. Een rondvaartattractie zoals veel parken die nog hebben staan. Maar ook die attractie is later weer weg. Het jaar daarop kwam de Galaxy naar het park. Werd later Race for Atlantis. Een vliegsimulator in een grote gouden bol was dat. Ja, simulators zijn niet mijn favoriete attracties, maar ik kon nog wel best genieten van die attractie. Maar helaas is die attractie dus later verdwenen. In 1996 kwam de Colorado Adventure, die geopend werd door Michael Jackson. En dat is de reden dat de achtbaan de bijnaam kreeg, de Michael Jackson Thrill Ride. Dat was een concurrent van de Big Thunder Mountain in Disneyland Parijs. Ook een Vekoma Mine trein. Ze lijken heel veel op elkaar. In 1998 nam Robert Lovelhart, de zoon van de eigenaar, de leiding van het park over. En er werd een dubbele draaimolen geopend in Berlijn, de paardenmolen, dus de carousel. En er werd een nieuwe attractie gebouwd, de Mystery Castle, de Indoor Freefall, zoals bekend. In 2001 werd Space Center omgebouwd tot Temple of the Nighthawk. Een nieuw thema gekregen, de baan bleef hetzelfde, maar al de verlichting werd eruit gehaald, waardoor Temple of the Nighthawk dus duidelijk niet topt aan Space Center. Een jaar later ontstond er een gigantische brand in de Keepersberg, waar dus die twee Schwarzkopf-achtbanen, de Keepersbaan en de Grand Canyon, die werden dus helemaal afgefikt. En dus later werd er op die plaats de Rapid River gebouwd, River Quest, bij Mystery Castle in het themagebied Mystery. Wat jaren later werd de Madhouse gebouwd, de Feng Yu Palace in Chinatown. En in 2002 werd het ook Woestown gebouwd. Met de twee spinning coasters Winya's Fear en Force. En nog wat kleine kinderattracties daarbovenin. En in het midden, in het hart van Woestown, staat er dan nog een attractie, de titel Tattle Tree. In 2006 werd dan de Black Mamba toegevoegd aan het park. In het nieuwe themagebied Deep Africa. De omgekeerde BNM-achtbaan. En in 2007 opende dan Taulokan, de Hus Topspin, waar echt een super wilde rit in zit. En in 2009 kwam de Splash Battle, de Wakobato, die zo'n beetje in het verlaten gedeelte van het park te vinden is. In 2011 werd dan Mouse Chocolat geopend, de 3D Dark Ride met interactie. En dan een paar jaar later werd dus de dubbele lofvloem afgebroken. Wel zonde, maar er kwam een betere in de plaats, zoals bekend Chiapas de Wasserbaan. Met de stijlste afdaling van alle Bumstem attracties. En ook toen Chiapas nog niet open was, werd Silbermine gesloten. En op die plaats kwam dan het nieuwe gedeelte Klugheim met de Rijk en de Taron uiteraard. Verder werd Temple of the Nighthawk weer vervangen. En dit keer met het thema Crazy Bats. De baan is gelukkig nog niks veranderd, want die was gewoon goed. En dus goed dat die nooit vervangen is, maar het thema had ook altijd Space Center mogen blijven van mij. In 2016 werd de Race for Atlantis weggehaald. Om dan in 2020, een paar weken geleden, de Fly te openen. De langste flying coaster ter wereld. En de allereerste met lancering. Met natuurlijk het nieuwe gebied Rookburg. En het nieuwe hotel.
ja, dat de naam van het hotel ga ik nu even niet uitspreken, dat kan ik toch niet uitspreken. En zo is Phantasialand dus opgegroeid tot het fantastische park dat er tot de dag van vandaag staat. Wel mensen, ik hoop dat je deze video leuk vond. Natuurlijk heb je de geschiedenis al lang kunnen opzoeken op Wikipedia. Maar ik hoop dat je genoten hebt van deze video, dus like en abonneer. En misschien maak ik nog eens een andere geschiedenis over een pretpark. Zoals bijvoorbeeld Walibi België of noem maar op. Tot de volgende keer. Ciao.